Nou, als dominee zoon vind ik dat natuurlijk wel leuk. Ja. Hè? Dus, dat die man van de EO die probeerde met gisteren de uitspraak te ontblokken dat ik het er niet mee eens was, want hij had vermoed dat hij een ongelovige hond voor zich zag. Maar dat valt best mee. Leuk is wel dat een vriendin van mij, die zeer katholiek is, altijd beweerde dat het jij van mijn gedichten eigenlijk gij moest zijn, want dat is toch gewoon Jezus. Maar het is niet zo. Maar ja, ze mag het wel zo lezen. Ja. Goed, ik lees even het gedicht visueel voor je. Ik houd het kleine ritueel in ere, opdat je elk moment terug kunt keren. Iedere dag, wanneer het avond wordt, maak ik de tafel klaar. Een extra bord, bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas, alsof je enkel opgehouden was. Ik hoor, hoe kon ik denken dat hetgene waardoor ik ben voor altijd was verdwenen. Ik hoor, als het de woning nog bestond, het grind, de klink, het aanslaan van de hond. En je komt binnen op het ogenblik dat ik de lamp ontsteek, de bloemen schik. Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf en naast niet opziend van mijn stil bedrijf de woorden wind, als was het vanzelfsprekend, schuif aan, tast toe, ergens op je gerekend. Prachtig. Ja. Dank u wel.